Let op, hè, want dit kan je maar één keer doen. Oh, dat is nog best wel lastig ook, zo'n kras maken. Kijk, zo, ah, lekker geluid, ja. Nou, je begrijpt, dit is niet mijn eigen auto, dit is onze testauto. Want wij wilden zo graag weten, kun je zo'n kras zelf weer wegkrijgen? Krasverwijderaars zijn al vanaf 10 euro te koop en ze beloven vaak uitstekende resultaten. Maar werken ze ook? We rijden meestal voorzichtig, maar niet altijd. En dat is jammer, want vorig jaar was er voor ruim 1,3 miljard euro schade aan auto's. En er is soms niet anders dan de sloop. Gelukkig is het niet altijd zo erg, maar voor sommigen kan een flinke kras op je prachtige glimmende limousine net zoveel pijn doen als een total loss. Maar gelukkig kun je dan een krasverwijderaar kopen en lekker zelf aan de slag. Tijd voor een test. Hoe goed werken die krasverwijderaars? Wij kochten speciaal voor u de Sonax Kratzend & Fijner Set, de Meguiar Scratch X 2.0, de JML Mantis Scratch Repair Pen, Valma Scratch Remover en tot slot de Simonis Fix-It Pro. Deze Alfa Romeo uit 1998 is de testauto, beschikbaar gesteld door Garage Tielen. Hij is net gepoetst en wil nog best wel glimmen voor zijn leeftijd. Maar ja, hoe zal dat straks zijn? En hier is het testpanel dat zo dadelijk aan de slag gaat met de auto. Marco Molenkamp is docent schadeherstel op het ROC Amsterdam. Luberto van Buiten is hoofdredacteur van het vakblad Autokompas. Bart Segers is professioneel schadehersteller. En Peet van de Wetering is lakexpert. Hij maakt de hele dag krassen voor zijn werk. En hij nam een apparaat mee waarmee je telkens precies dezelfde kras kunt zetten. En naarmate hij meer gewicht op de naald drukt, des te dieper wordt de kras. En als ik dit nu op verschillende plekken op de auto doe, dan heb ik dezelfde krassen. Peet maakt met het krasapparaat twee krassen. Een ondiepe en een diepere. Ja, is duidelijk merkbaar. Ja, duidelijk. En hier blijft mijn nagel in zitten en hier... En die is wat oppervlakkiger. Ja. En ze maken nog twee krassen van de straat. Eentje die lijkt op een winkelwagentje, die te dicht langs de auto schuurde. Nou, ik ben heel benieuwd of we zo'n kras eruit gaan krijgen. En natuurlijk de bekendste aller krassen. Maar wat denk je van een sleutelkras? Auw. Ik ben hier dus de winkelwagenkras aan het uitpoetsen. Die verdwijnt niet, maar ik heb een hele matte vlek er nu omheen. Ik moet zo'n 40 tot 50 keer de pen op het karton drukken voordat er überhaupt wat van dat spul in die dop is gekomen. 32, 34. Hier zitten de meeste attributen bij. Een poetsdoek zie ik. Iets wat op schuurpetjes lijkt. Twee tubers. Het geeft in ieder geval het idee dat er nu echt iets gaat gebeuren. Dus ik ben wel heel benieuwd. 100. Ja, daar komt hij, hè? Ja, inderdaad. Het is eenzelfde soort product, maar daar kwam gelijk de vloeistof erin. Ja. Even twee keer goed drukken. Dus ik zou hem zo willen laten. Want zo oogt hij best wel goed. Ik denk dat het werkt voor hele lichte krasjes. Misschien krasjes van een wasstraat. Maar je haalt geen diepe krassen weg. Die sleutelkrassen, dat gaat echt niet lukken. Er zit overigens een dopje bij om het schuurpapiertje op te doen. Maar dat werkt niet. De krasverwijderaars zijn aangebracht en nu is het wachten op het drogen. Oké. Het is nu 48 uur later. Het testpanel is erg benieuwd. Als je bij T de stappen eigenlijk wat aangegeven wordt achter elkaar blijft herhalen, geeft dat ook eigenlijk wel een goed resultaat. Nou, product R heb ik echt mijn best op gedaan, maar je ziet veel krassen. En dat krijg je met R niet weg. Ook bij deze diepe kras zie je een duidelijk verschil. Alleen als je met je vinger eroverheen gaat, dan voel je het materiaal zitten. Bij Q, dat vind ik dan wel mooi. Dat heeft me in het begin veel tijd gekost, omdat je veel verschillende middelen hebt. Maar hij geeft wel het beste resultaat, zo op het oog. Het grote probleem is als je hem dus inbrengt en daarna afveegt, krijg je dit rare effect ook. Ja, ja, ja. En hij klaart niet netjes op. Nee. Ga je er met je neus op zitten, de kras blijft er altijd zitten. Maar de ergernis is eigenlijk weg van de kras. Maakt het nog uit als ze de auto even wassen? Hier is in ieder geval niet zichtbaar. Nee. Op het dak zie je het duidelijk wel, maar hier is het niet zichtbaar. Ik zou zeggen, ik zou mijn oordeel niet aanpassen, alleen maar omdat het polijstmiddel er nu uit is. Nou, ik zie bij T en bij Q zie ik eigenlijk geen verschil na het wassen.
Ja, en hier zitten onze testmannen. En naast mij staat Luberto van Buiten. Ja, jij mocht ook, hè, met die sleutel zo langs die deur. Lekker gevoelig is dat, hè? Ja, dat is wel leuk om een keertje te doen, ja. Ja, en het is nog niet eenvoudig trouwens, want je sleutel glijdt er ook makkelijk vanaf. Ja, klopt. We gaan naar de uitslag. Jullie waren unaniem over de slechtste uit de test. Dus klopt. Op nummer 5. En dat was de Scratch Remover van Valma. Die kost €10,35 en is algemeen verkrijgbaar. Jullie gaven het product gemiddeld een 1,8. Dat is wel heel laag. Ja, maar het grootste probleem met dat product voor ons was dat je het eigenlijk de lak nog verslechtert. Want er blijft gewoon een waas achter. En we zagen zelfs nog wat krasjes van het poetsen. Ja, ja. Dus ja, van de regen in de drup. Van de regen in de drup, inderdaad. Ja. De op 1 na slechtste dan. Dat was de Fix It Pro. Online verkrijgbaar bij sites als Telcel en Novicel. Hij kost €9,95 en bij jullie scoort hij een 2,8. Dat was die stift. Dat lijkt me toch wel een handig te hanteren product. Ja, maar het nadeel van zo'n stift is dat de punt vaak te dik is om die hele dunne krassen te verwijderen, waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn. Dus het resultaat was niet heel. Niks. Ja, ook niks. Vandaar een 2 punt zoveel. Dan gaan we over naar de top 3. Op de 3e plaats met een 4,1 eindigde de andere pen. De Mantis Scratch Repair van JML. Die kost €9,99 en is te krijgen bij onder meer Blokker en Mars Kramer. Waarom was deze iets beter dan die andere stift? Nou, deze camoufleerde de kras uiteindelijk nog wel. Dus hij ging niet weg, maar je zag er wel iets minder van dan bij die andere pen. Oké, okay, ja. Op het eerste blik was die beter. Ja. Dan de nummer 2, de krasverwijderaar van Sonax. Dat is de duurste van het stel, €23,99. Te koop bij Halfords. Dat is de eerste voldoende, 6,3. Dat was dat bouwpakket. Werkte dat? Ja, nou, ik moet zeggen, het vervelende was dat de handleiding in het Duits was. En het is eigenlijk het product dat de praktijk in een schadeherstelbedrijf nog het meest benadert. Dus onze technische mensen, de vakmensen, die kregen er ook de kras er beter uit. Maar uiteindelijk werkt het wel beter in ieder geval dan die andere producten. Ja, maar oppassen met het schuren, hè? Dat je niet te diep gaat. Ja, zeker. En dan de winnaar. De winnaar op 1. Ja, dat is met een 6,6 de Meguiar Scratch X 2.0. Ook verkrijgbaar bij Halfords. En deze kost €9,99. Deze vonden jullie bijna unaniem de... Oh, €10,99 krijg je door. Ik lees het verkeer. De beste, hè? Ja, ja. Veel poetsen, goed poetsen ook, maar dan de kras verdwijnt bij geen van deze producten helemaal. Maar bij dit product is op het eerste oog is de kras niet goed zichtbaar meer. Dus heb je wel enig eer van je werk. Toch aan te raden om dan dat geld eraan te besteden? Ja, maar als je echt met een diepe kras te maken krijgt, dan zou ik persoonlijk eerder naar een herstelbedrijf gaan. Ja, en die hebben het toch al zo zwaar, hè? Hoorden we in het begin. Oké, hartelijk dank allemaal. Ja, graag gedaan.